Dinsdag, dinsdag 26 januari, dat is de dag dat de Nederlandse sportwagenmaker Spyker het Zweedse automerk Saab overneemt. Carlo Bransens. Bransen is autojournalist voor BNR. Het is natuurlijk een tamelijk onwaarschijnlijke koop van ja, en de kruidenier op de hoek die de Ahold koopt, om het zo maar te zeggen. Goedenavond, meneer Muller, hoort u ons al? Heel ver weg. Ja, fijn, dat klopt ook, want u zit in Stockholm, wij zitten hier in de studio in Amsterdam. Kunt u vertellen wat het moment was dat de kogel door de kerk was? Dat was vanavond om een uur of 6:30, toen ik mijn handtekening zette onder de koopovereenkomst. En heeft u vanochtend toen u opstond gedacht, dit is de dag, nu gaat het lukken? Nee, ik had 2 uur geslapen, 15 uur in de laatste 5 dagen. Ik dacht helemaal niks toen ik vanochtend wakker werd. Ik was een soort zombie. Maar hoe kan een zombie dan Saab kopen? Als je maar een beetje bij de les blijft, hè. De merken, zowel Saab als Spyker, blijven die allebei overeind? Of wordt dat een soort synergie en wordt dat één nieuw merk? Nee, absoluut niet. Die merken moeten absoluut onafhankelijk van elkaar blijven bestaan. Ik wil vooral Carlo even bedanken voor het feit dat hij binnenkort zijn afspraak gestand gaat doen. Want ik kom kijken als hij die hoed op heeft. Spyker leidt verlies. Ja. Saab leidt verlies. Kun je aan een gewone, eenvoudige autorijder uitleggen hoe dat dan toch nog een succes kan worden? Ja, ook automerken, sowieso producten die, waar verlies op gedraaid wordt, kunnen toch heel veel waarde vertegenwoordigen. Een merk, een gevestigd merk. Spyker is dat in een hele korte tijd geworden, maar nog heel klein. Saab is dat natuurlijk al decennia is het een bekend merk met zijn eigen distributiekanalen, met een zekere aantal klanten. We hebben nog heel erg het romantische idee van de Saab. Dat was voor vrijdenkende mensen, architecten, reclamebureau mensen. Tegenwoordig zou dat ICT'ers zijn vermoedelijk. Die zich met hun auto wilden onderscheiden van de andere middenklasse, de Opels en noem maar op. Toen was het eigenzinnig, toen ging het overigens ook al heel slecht met Saab. Het is uit nood is het toegetreden tot het General Motors Concern en daar is feitelijk een heel groot deel van het eigen karakter verloren gegaan. Tenzij u op een onbewoond eiland heeft gewoond, heeft u de afgelopen dagen Guido van Woerkom gezien. Hij is hoofddirecteur van de ANWB en heeft een enquête, die loopt nog, over de kilometerheffing, maar de Telegraaf was natuurlijk vanochtend voor verpletterend nee. Als je de vragenlijst doorloopt, met name de tweede vraag, die komt na, ben je voor of ben je tegen? En als je voor stemt, daarna in de pagina komt, geef je bezwaren aan. Dan zeg je, ja, dat is sturend. Dat zou je objectiever kunnen doen. Ja. Ik denk dat minister Eurlings zich ook realiseert dat je een heleboel moet doen om wat hij graag wil, draagvlak voor zo'n belangrijke verandering te creëren. En met 90% tegen, ook in deze enquête, ja, is dat lastig voor hem. Ja, maar veel meer belang hecht hij aan de enquête die u op het ogenblik aan het plegen bent. Hoeveel mensen hebben er al zo'n internetformulier ingevuld? 5:30 heb ik de laatste stand gehoord, er waren er meer dan 300.000. Ik ben lid van uw organisatie. Ja, fijn. U heeft mij gevraagd, doe mee aan die enquête. Dat doe ik omdat ik een invloed wil hebben daarop. Ja. Ik wil namelijk dat het doorgaat. Maar dat ik dat wil, dat komt niet eens tot u, laat staan voor de Tweede Kamer. Nou, ik denk dat wij uiteindelijk, en zo is die enquête ook opgezet, en daar hebben we ook de wetenschappelijke begeleiding voor gezocht, uiteindelijk de argumenten geeft van waarom zaken goed zijn en waarom dingen niet goed zijn. Stelt u nou, jij bent eigenaar van een mode-imperium. Supertrash is het merk. Ja. Het is een imperium eigenlijk, zeggen we, maar toch is het zo. Je hebt 1600 verkooppunten. Ja. Waar bevinden die zich? In 24 landen, waaronder 320 in Nederland. Ja, en nu vrijdag heb jij weer een show. Ja. En daar worden weer, want het is allemaal confectiekleding, hè? In de zin dat je het meteen kunt dragen en kopen als je Nee, dat is niet zo. Deze collectie die leveren we nu pas uit. Dus deze show is van jullie en die is nu pas verkrijgbaar in de winkel. Nu ben je dus aan het hoofd van dat imperium. En dan heb je te maken met wereldberoemde mensen die ook een imperium hebben. Ja. En die dan met jou gaan onderhandelen of ze die kleding wel of niet zullen nemen. En dan zien ze jou verschijnen. En is dat ook niet een wereld waar je toch meer gezag in moet hebben om als serieus genomen te worden? Ja, dat is nu natuurlijk iets minder erg als toen ik 6 jaar geleden begon met Supertrash. Toen had iedereen zoiets van, wie is het meisje? En dan denk ik altijd van, ja, er zitten allemaal financiers achter. Dat was niet zo, maar je moest natuurlijk een verhaal kwijt. En mensen denken niet dat een huppelkutje van 2,23 een bedrijf kan hebben wat ook echt succesvol is. We gaan praten met Frank van Berkem. Hij is internist. En hij wordt ook wel genoemd dokter Frank. En hij heeft een dieet. En dat wordt door 140.000 mensen gevolgd. Het succes van de dokter Frank gebeuren is eigenlijk ontstaan vanuit een patiënt met suikerziekte. En die hebben op dat dieet gezet. Die had last van zijn suikerziekte. En binnen een week was hij van zijn suikerziekte af. De bloedsuikers waren normaal. Mm-hmm. En had geen klachten meer.
Maar dat betekent niet dat het dieet niet te gebruiken is voor iedereen met overgewicht. U zegt, het gaat om eiwitten. Welke rol spelen die eiwitten? We hebben onderzoek gedaan binnen de kliniek Previtas en de ziekenhuisgroep Twente naar 4 verschillende diëten. We wilden eens kijken welk dieet werkt nu echt. En hebben 330 mensen een jaar lang vervolgd. De ene groep krijgt het dieet, of kreeg het dieet wat, nou, voor alles wat minder, zullen we maar zeggen. Spottend ADH, alles de helft. De andere groep kreeg een tussendieet. En de laatste groep kreeg het dieet waar het boek over gaat. Een dieet dat bestaat uit meer eiwitten en minder koolhydraten. En wat bleek nu? Na 3 maanden had die groep 4 kilo meer gewichtsverlies dan de andere groepen. Terwijl ze evenveel energie tot zich namen.